In het volgende onderwerp gaan ook security en privacy heel goed samen. Namelijk versleuteld communiceren met elkaar. Kijk, de techneuten onderling die doen dat. Hè? Die gebruiken een e-mail bijvoorbeeld, PGP-signatuur. Nou, dat zegt mensen thuis misschien helemaal niks, met een soort code. Dan een beetje van, nou, dat komt van die, dat het ook encrypted is. Degene die dat ooit bedacht heeft, Zimmerman en John Kellers, die hebben nu ook een telefoon ontwikkeld. De Blackphone. En die hebben ook allerlei apps, Silent Circle, waarmee je dus versleuteld met elkaar kan communiceren. Nou, wat is nou die Blackphone? Want KPN is dus de eerste telecomprovider ter wereld die deze cryptofoon gaat uitbrengen. Nou, het toeval wilde dat John Kellers, dus een van de founding fathers van het bedrijf en die telefoon, die spraken we afgelopen juni tijdens het Nationaal Cybersecurity Congres. En daar heb ik even een kort verslagje van, dat John zelf uitlegt wat die telefoon nou precies is. Let's start off with the black phone. All right. What is it? Well, the black phone is a mobile phone that we're creating. We're going to be shipping it at the end of this month, the end of June. We're finishing it up right now. It is based on Android. Ultimately, it's an Android phone. Our idea behind it is that there's a lot of people who want to do privacy, they want to do security, and they don't know where to start. So we decided that we would make a phone that comes out of the box, already configured and set up, so that it has good privacy and security with it. So it is not only enhanced in the OS and the OS setup, but it has a bunch of software that comes on it that is good for privacy and security, like our Silent Circle encrypted phone calls and texts. It includes private cloud storage from SpiderOak and personal VPN, private browsing, private searching from Disconnect. And those are all together as in one package with an unlocked phone. Dat is dus John Kellers. En dan denkt hij van, hey, zo'n Amerikaan, ja, en dan liggen die data daar in de NSA-cloud, dat doen we dus niet. Nee, ze hebben dus de hele Silent Circle hebben ze verplaatst naar Zwitserland. Dus dat zit dus op Europees grondgebied, dat ze daar niet in de cloud kunnen graaien. Dat u het maar even weet. Goed, KPN is dus de eerste die de Blackphone hier op de markt gaat brengen. En daarover gaan we praten met Oscar Couraud. Hij is adviseur bij het Chief Information Security Office Strategy and Policy. Hij heeft ook nog 10 jaar bij het NIEF gewerkt, dat is ook niet zomaar wat. En Edward Hoeks, hij is senior business consultant, KPN IT Solutions. En hij zit hier ook al 4 jaar. Edward en Oscar, kom er even bij. Ja, welkom hier aan de Lexbox. Heren, we gaan meteen op de telefoon friemelen. Je hebt hier een Blackphone bij, Fij. John Kellers legde het al even kort uit. Hebben we iets aan toe te voegen of dat is het wel? Nou, het belangrijkste wat daaruit uit op te maken in ieder geval is dat de basis zijn die apps om dus veilig te kunnen gaan communiceren. Ja. En wat je ziet is dat er dus allerlei activiteiten gebeuren door inlichtingendiensten, you name it. En iedereen heeft wel een bepaalde mate van interesse in wat voor geheimen je ook maar te delen hebt, wat voor informatie je te delen hebt. Dus een van de ontwikkelingen was, hoe krijg je nou dus inderdaad veilig communiceren, weer terug naar de normale mens, zonder dat je dus telefoons moet gaan aanschaffen die verschrikkelijk specialistisch zijn. Dus dan moet je denken aan een ontwikkeling van veilig communiceren met echte cryptofoons en allerlei oplossingen die daarvan zijn. Die zijn heel duur en heel erg specialistisch. Dus je hebt alleen maar een paar mensen die dus daar uiteindelijk heel goed gebruik van kunnen maken. Ja. En dan zie je dus inderdaad die ontwikkeling van, hoe krijgen we dat nou weer terug naar de normale, gewone mens? En tegenwoordig zie je dan dat smartphones steeds slimmer, krachtiger worden. En die kunnen dan ineens alle mooie cryptografie ineens zelf ook ineens aan. Daar heb je geen speciale hardware meer voor nodig. Ja. En dan zie je dus de ontwikkeling naar de apps. Dat je dus inderdaad veilig kan gaan communiceren vanuit die apps. Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat zo'n bedrijfje komt hier dan mee. Wordt met een hoop bombardie in de markt gezet. Dit is de meest veilige telefoon. Dat is natuurlijk ook meteen hacker target nummer 1. We hebben meteen aan alle kanten uitgeprobeerd of ze hem wel of niet konden decrypten. Je ziet inderdaad, zeker in de media is het heel erg populair. En iemand zegt dus uiteindelijk van dit is het veiligste toestel wat er maar zou moeten zijn op basis van normale consumer hardware. Ja. Laat maar eens zien. En dan zie je dat mensen gelijk denken, dat ga ik eens even openpeuren en kijken waar de gaatjes zitten. Heb je dat zelf ook gedaan? Ja, ik heb er zelf ook inderdaad naar lopen kijken. Uiteindelijk ben ik niet zo ver gegaan als de onderzoekers, want die hebben er heel veel tijd in gespendeerd om hem dus inderdaad zo mooi te kunnen hacken als dat ze het hebben kunnen doen.
En dan zie je dus inderdaad dat zo'n bedrijf dan net even anders is dan allerlei andere smartphone-leveranciers. Ja. Die dus zeggen van, nou, ik ga dat ontwikkelen, ik ga dat mooier maken, ik ga het beter maken. Ja, uiteindelijk is altijd alles te hacken. Niks is 100% veilig, maar bij deze is het toch echt verdomde moeilijk om te gaan afluisteren, toch? Ja, het is gewoon een stuk mooier en veiliger gemaakt. En er is gewoon gefocust op veiligheid in plaats van op functionaliteit. Okay. Uiteindelijk, tenminste, laat ik het wel wezen, bij Samsung's en allerlei andere toestellen, iPhones, veel toeters en bellen, kan van alles en nog wat. Nou, en hier hebben ze gewoon gekozen, we zetten veiligheid voorop. Nou, Oscar, jij weet alles over de techniek. Edward, jij moet natuurlijk ook de business erin zien. Om even plat te zeggen, jij weet hoe die werkt en jij moet hem gaan verkopen. Hoe werkt dat? Denk je dat hier een markt voor is? Of is het toch echt een niche-markt? Wat voor soort klanten zit je aan te denken? Iedereen die belang hecht aan meer veiligheid en meer privacy. Dat kan een consument zijn, maar wij zitten met name te denken aan mensen die medische gegevens uitwisselen, banken met hun cliënten, intellectual property wat uitgewisseld wordt, overheden, opsporingsdiensten, de koning, diplomaten, noem het maar op. Ivo Opstelten, die zei dat hij al iets had, maar natuurlijk lang niet zo goed als wat wij bieden. Dus er is zeker een markt voor. Ja. En het speelt ook heel mooi in op het gevoel wat er bij heel veel mensen heerst op dit moment. Ja. Dat je privacy niet meer is wat die vroeger was. Ja. Maar bijvoorbeeld ook criminelen, die zullen het ook wel heel interessant vinden. Ik denk dat de criminelen het zullen aanhouden tegen de oplossing die ze wellicht al nu hebben om te communiceren met elkaar, zonder dat de politie het ziet. Ik wil vooropstellen dat wij als KPN natuurlijk ver afstand nemen van alles. Van alle producten en diensten die mensen misbruiken, die wij leveren. Maar ik denk dat als je alle middelen moet verbieden in de markt die bijdragen aan de criminaliteit, dan rijden er ook geen treinen meer. En dan is de televisie, die mag ook niet meer draaien. Dat is waar. Dus kunnen auto's en messen en pistolen ook wel verbieden. Ja, ja dat is waar. Ja. Maar hij wordt nog niet verkocht, hè? Voor de duidelijkheid. Nee, je kunt je nu opgeven en wanneer gaat die echt verkocht worden? Nou, als je het hebt over de telefoon, dan is het echt de blackphone. Hè, het verschil tussen de blackphone en de losse apps. De communicatie die is beide versleuteld. Alleen de blackphone is een apparaat wat zelf gehardend is. Ja. Dus dan kun je niet op het apparaat zelf inbreken. Die blackphone die komt naar verwachting einde van het jaar. Dat willen we als KPN zelf ook goed testen. Ja. De apps die zijn al verkrijgbaar via de KPN Cloud Store. Via de KPN Cloud Store. En wat voor soort apps kan ik aan denken? Het is een tweetal apps. Dat is Silent Text en Silent Phone. Mm-hmm. En ze doen eigenlijk precies wat ze zeggen. Dus je downloadt ze via de App Store van Apple of de Google Play Store voor Android. Het zijn ook de twee smaken die er zijn. En via de Cloud Store koop je een licentie. Om te activeren en dat gaat direct. Misschien kunnen we het even laten zien. Ik weet niet of dat mogelijk is. Hartstikke zwart. Misschien even de camera even laten zien. Hij is zwart. Ja, natuurlijk. De Blackphone is zwart. Hij ziet er ook wel cool uit, inderdaad. Het zou wel, dat was geloof ik ook een van de marketingtermen van hen. It would fit nice with a Batman suit. Ja, kijk, dan heb je natuurlijk wat. Ja, die heb ik net thuis gelaten. Ja, ik dacht al. Waar is die? Wat misschien, ik weet niet of ik kan de camera inzoomen. Lukt dat? Ja. Dit zijn de apps waar het hem om draait. Dus Silent Phone en Silent Text. Met die apps communiceer je. En dan communiceer je met andere Blackphone gebruikers, maar ook met andere mensen die een app op hun telefoon hebben zitten. Die apps die heeft Oscar op zijn gewone smartphone zitten. En ik heb ze ook op mijn iPhone. Oké, dus om even te laten zien dat op andere platforms het dus ook werkt. Ja. Zal ik jou bellen of bel jij mij? Ik bel jou. Nou, het belangrijkste is dat de basis dus die apps zijn. En de apps zorgen ervoor dat die encryptie dus wordt opgezet tussen mijn toestel en zijn toestel. En zelfs de centrale ertussen, die kan je eventueel nog bij een interessante mogelijkheid zetten. Okay. En dan ga je gang, zoek het maar uit. Want de encryptie is dus zo dusdanig mooi gemaakt dat het niet een verbinding is naar de centrale toe die beveiligd is, maar een verbinding die uiteindelijk tussen de twee handsets leeft. Dus alleen de handsets hebben momenteel de sleutels. Ja, want er gaan de sleutel van jou naar hem en de sleutel van jou naar hem.
En daartussen, dat is eigenlijk gewoon bagger. Dat, ik kan er een tap op zetten en dan zie ik gewoon eentjes en nulletjes en dat zegt me verder helemaal niks. Ja. Nee, dus inderdaad, wanneer er dus inderdaad hier een tap op wordt geplaatst, dan zul je dus veel ruis zien. Ze hebben contact trouwens, als je denkt van er gebeurt niks. Ja, we zijn druk aan het bellen op het moment, zoals jullie zien. Bellen, dus, wat denk ik belangrijk is om te zien, is dat er, het geeft ook visueel aan dat er een beveiligde verbinding wordt opgezet. Ja. En in stand wordt gehouden. Dat doet hij dan met in dit geval met drie of groene bolletjes. Mm-hmm. Er staan ook woorden op. Dus in dit geval bookshelf en fascinate. Bookshelf. Dat zijn twee woorden. En dat is om te voorkomen. Hè, dus ik wissel een woord uit en Oscar antwoordt met het tweede woord. Dat is om te voorkomen dat de man in the middle zich er tegenaan gaat bemoeien. Ja, want de man in the middle is dus iemand die er letterlijk tussen gaat zitten. En denken jullie dat die met elkaar kletsen, maar die heeft dus de sleutel naar jou gestuurd en naar jou. Precies. En met zo'n woordje wat heen en weer gaat. Dat is een mooi voorbeeld. Zeg maar, jij praat uiteindelijk en je denkt je bent aan het praten met Eduard. En eigenlijk zit ik ertussen en doe ik net alsof ik Eduard ben. Ja. En dan draai ik iedere keer om en dan geef ik het berichtje aan hem. En dan geef ik het berichtje weer terug naar jou en dat spelletje speel ik dus de hele tijd. Maar met een specifieke codewoord weet ik dat ik direct met Eduard. Als die twee woorden met elkaar overeenkomen, dan is de hele moeilijke cryptografie die dus hier uiteindelijk de basis van is uiteindelijk vereenvoudigd naar deze twee woorden met elkaar vergelijken. Okay. Kloppen ze? Ja. Klik je ze aan? Oké, we hebben het nu vertrouwd. Bij de volgende verbinding zie ik andere woorden, maar hij heeft wel onthouden. Dat is ook weer een slim trucje, ga ik niet uitleggen. Maar dat komt dus in ieder geval weer op neer. De eerstvolgende gesprek weet ik eigenlijk ook weer van, oh, we waren veilig met elkaar aan het communiceren. Ja. En als die woorden altijd overeenkomen, dan weet ik ook dat het vorige gesprek eventueel, hè, want nu is het misschien nog niet zo interessant. Ja. Maar over een tijdje hebben we misschien ineens een heel moeilijk gesprek. En dan is het even fijn, waren we wel veilig aan het communiceren de laatste 5 keer. En dat kan je dan controleren. Het is een mooi voorbeeld, hè, hoe je zeg maar, met simpele dingen de technologie kan helpen. Een ander voorbeeld is dat je kunt ermee bellen, maar je kunt er ook mee video bellen. Ja, oké, dus dat je elkaar kan zien. Ja. Ja, alles in HD-kwaliteit. Dus ik kan bijvoorbeeld ook echt fysiek controleren of ik met Oscar te maken heb. Ja, dus hier aan de andere kant van de lijn. Oh, kijk, en, maar dat is misschien wel leuk, maar even bij de camera houden. Een klein schermpje, zie je op. Dat, nou kijk, hij zwaait, dus dat doet hij normaal ook altijd, dus dan weet ik dat hij het is. Ja. Kun je ook bestanden uitwisselen? Teksten, ja, je kunt bestanden uitwisselen, encrypt uiteraard, van max 100 MB. Okay. Dus dat zijn flinke bestanden, denk ik. Okay. Je kunt ook je locatie uitwisselen, je kunt foto's, filmpjes, geluidsfragmenten. Ja. Die kun je uitwisselen en dat kan allemaal encrypt. Kijk. Dus je kunt zeg maar een foto van je toestel gebruiken, maar je kunt ook binnen de app een foto maken. En dan blijft die in de beveiligde omgeving zitten. Oh, dat is de kant er helemaal niet uit. Nee. Nou, super handig. Misschien is de toekomst dat iedereen zo'n toestel heeft. En dan heeft cybercriminaliteit gewoon geen zin meer. Maar ja, dat is misschien een utopie. We zullen zien hoe het straks gaat als het toestel verkocht wordt. Maar de apps zijn in ieder geval vast verkrijgbaar. Heren, hartelijk dank dat jullie dit even wilden uitleggen. Graag gedaan. Dankjewel. Ja. Oscar Corot en Eduard Hoeks.